Hallo mensen van het internet, bedankt dat je op deze video hebt geklikt. Deze video gaat over het maken van een panoramafoto voor Instagram. Dit is eigenlijk een foto die bestaat uit meerdere foto's. Mocht je nou nog andere videosuggesties hebben, laat dan een bericht achter in de comments en dan ga ik kijken of ik daar ook een video van kan maken. En abonneer je natuurlijk op mijn kanaal. Laten we nu beginnen met de tutorial. Dit is een foto van Amsterdamse gracht. Die heb ik in twee gesplitst. En vorige week heb ik ook nog deze geplaatst. Dit is natuurlijk voor iedereen die in Amsterdammer is dit Amsterdam Centraal Station. En deze heb ik in drieën geplaatst. Voor deze tutorial maak ik gebruik van de Amsterdamse grachten. En die gaan we ook in tweeën splitsen. Ik ga even ervan uit dat je werkt met een foto die al helemaal goed is. Mocht je willen weten hoe ik mijn foto's bewerk, laat dan even een commentaar achter in de comments. En dan zal ik kijken of ik daar ook een tutorial over kan maken. We moeten nu een klein stukje gaan rekenen. Want we moeten rekenen met de mate die Instagram hanteert. Als je een foto plaatst voor op de carousel, wat wij eigenlijk zo direct gaan doen, dan hanteert Instagram voor de hoogte 350 pixels en voor de breedte 1080 pixels. Als je dus een panoramafoto wil maken met twee foto's, dan moet je voor de hoogte nog steeds 1350 pixels nemen, maar voor de breedte heb je dus 2 keer 1080 is 2160 pixels nodig. Nou, dat gaan we nu hier doen. Wij gaan dan hier naar de crop tool. En hier sta je, hij staat nu op 16 bij 10. Wij zetten enter custom. We willen het in twee splitsen, dus de hoogte is 1350. De breedte is 2160. Druk op enter. En klik nog een keer op enter. En vervolgens zijn dit de maten die we nodig hebben om de foto te splitsen. Nu we klaar zijn in Adobe Lightroom, gaan we naar Adobe Photoshop. Nou, hoe doen we dat nou? We klikken op de foto met de rechtermuis. Kies voor Edit in. Adobe Photoshop. Nou, de foto is geladen. In Photoshop gaan we nu naar View. New Guide Layout. En dan vul je bij het aantal kolommen het aantal foto's wat je wil hebben uit deze ene foto. Dus ik kies nu voor 2, maar als je er 3 wilt, vul je er hier 3 in. Wil je er 4 hebben, vul je er 4 in. Zorg ervoor dat voor de rest niks is ingevuld en druk op oké. Nu zie je de splitsing van de foto, dat is door middel van het lijntje. Nu moeten we er nog een slice van maken. Dan klikken we op de slice tool en je hoeft alleen maar op deze button te drukken, slice from guides. En er zijn 2 slides van deze foto gemaakt. En nu gaan we de foto exporteren. Dat doen we door te gaan naar File, Export, Save for Web. Nou, de foto is een beetje groot, dus we zetten hier eventjes Fit on Screen. We selecteren beide foto's. We kiezen hier voor JPEG. Met een maximum kwaliteit. Nou, we moeten nog één ding doen. Dat is hier de hoogte invullen van de foto. Dus 1350. Oh, niet 59, maar 1350. Klik vervolgens op Save. En kies een naam van de foto's. Amsterdam Panorama. Klik op Save. Als we de Finder erbij pakken, zien we hier de 2 geëxporteerde foto's. Deze ga ik middels airdrop op mijn telefoon zetten. En dan laat ik je zo zien hoe ik deze op Instagram plaats als carousel. Nou, ik heb inmiddels mijn iPhone erbij gepakt. Ik heb de eerste foto geselecteerd. Druk op dit knopje. Vervolgens druk je op de carousel. Selecteer de tweede foto. Druk op volgende. En zoals je ziet staan beide foto's goed in beeld. Druk op volgende om de post af te maken, maar dat valt buiten deze tutorial. Mocht je nog suggesties hebben voor een andere tutorial, laat een bericht achter in de comments. Klik op de like-button en tot de volgende keer.